Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live gameplay hier op mijn kanaal Jaraski Game. Vandaag doen wij niet zomaar een gun game, maar doen wij gun game op Call of Duty Advanced Warfare. Dit is natuurlijk van de makers van Sledgehammer Games. En we gaan eens even kijken wat wij in dit potje kunnen gaan verrichten. Het is weer een tijdje geleden dat we deze game hebben gespeeld. En natuurlijk moet ik dan wel weer even wat mensen kunnen killen. Dus, je krijgt rare wapens in deze game. Ik ken ze zelf ook, dit is de Reburst. Ik ken ze zelf natuurlijk ook niet meer allemaal. Dus, en vind je het leuk om naar te kijken, dan natuurlijk subscribe op like knop. Hallo? Hallo? En voor de mensen die niet weten wat gun game is. Gun game is natuurlijk een game mode. Waarin jij een kill moet maken met een bepaald wapen. Als jij die kill met een bepaalde wapen hebt gemaakt, dan moet je natuurlijk door naar het volgende wapen, naar het volgende wapen, naar het volgende wapen. Totdat jij zo'n gun game potje hebt gewonnen. Dus tot nu toe gaat het eigenlijk best wel goed, moet ik zeggen. Oh nee, in mijn rug! Ah, kakkejakkie man. Maar dan moeten we natuurlijk wel zo blijven vasthouden. Dus hier is er een gespand. Niet goed opgelet, dankjewel daarvoor. En dit is de SN6. Ik ken de wapens op zich nog best wel redelijk. Als je het bij de week een keertje leuk vindt om naar te kijken, mensen, ram dan natuurlijk zijn kaart op like, dat zal ik alles aan vinden. Zo jongen, ik weet niet wat je aan het doen was, maar hij probeerde gewoon voor me weg te rennen ofzo, joh. Maar het is mij helaas voor hem niet gelukt. Oh, dit is een burst. Dit is een burst submachine gunje volgens mij, als ik het nog goed herinner. Ja, zie je wel. Ik weet het nog wel. Oh, joh, 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 hier zit er een. Oh, joh, joh, joh. Als die me ging slaan, jongen, dan werd ik boos. Shotgun. Oh, we zijn nu al bij het pistooltje. Hey, A1. Oh, dat was zo'n lasergun. Dit was de allereerste lasergun ooit in een... Hoppa, ooit in een Call of Duty game gegooid, zeg maar. Super lachen. Uh-oh, uh-oh. Oh, die hitmark is dood. Shit. Tak 19 is dit. Shotgun. It's hammer time. Turnen, turnen. Turnen, turnen. Light machine gun. Oh, my god. Dit is ook weer een shotgun. Ik moet heel veel wachten, want ik was bijna dood namelijk. En dan wil ik er liever niet zomaar even in één keer inrennen. Oh, nee, die killsteal. Nee, ik kreeg... Nee. Die gozer killsteal doet me zo hard, jongen. Ik had letterlijk gewoon 6 fucking kogels van mijn shotgun in de kop. Poeierd. Dankjewel. En hij killsteelde me gewoon keihard. Oh, dit is af. Dat wist ik niet meer. Dit wapen moet je op elke kogel die je schiet, moet je zelf opnieuw indrukken. Ga je nou echt daar blijven staan? Ben je echt zo'n pussy? Wauw, je was nog echt zo'n pussy ook. Wauw, hij bleef gewoon staan. Ik had bij de way niet verwacht dat ik überhaupt nog een potje kon vinden, als ik eerlijk was. Dankjewel, jongen. Die ploep, ploep, ploep. Ploep killsteals de hele tijd. We zijn nu bij de sniperhuis aangekomen. Dus we zitten op de goede weg. Zag ik daar nou iets? Ik zei net tegen een enemy dat hij een pussy was, maar... Ik ben er zelf eigenlijk ook best wel eentje. Kut. Nee, ja, ja, oké. Shit, jongen. Oh, kom op, mooi sniperrijveltje. We waren altijd goede vrienden van elkaar. Oh my god, maar er staat zo'n poepscoop op, jongen. Er staat zo'n ongelofelijke scheidscoop op. Nee, ja, die scoopt hij erop. Waarom stond dit ding zo fucking ver in? Wauw. Je zoomt in met dit ding en kijk dan, je ziet gewoon helemaal niks meer, joh. Wie zou er in zijn leven zo ver willen inzoomen met één fucking snipertje? Dankjewel. Ho! Oh! Zo, die knettergek. Oké, die had ik daar niet verwacht als ik eerlijk ben. Ja, fuck it, we hadden een kill. Daar gaat het uiteindelijk om. Oh, nee, deze sniper nog. Met deze sniper moet je inzoomen, anders werkt het niet. Dankjewel. Bezoekaartje erbij. Het zijn veel kills, jongen, voor in een gun game potje. Het is net... oh, in de crossbow, nice.
Het is net Modern Warfare die master. Heb je ook echt onwijs veel kills nodig om zo'n potje te winnen. En deze Call of Duty is precies hetzelfde, joh. Die gun game potjes duren echt, echt onwijs lang, joh. Die had hij niet zien aankomen, jongen, die lul. Oh, ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb gewonnen! Oh, die was super mooi! Die was super mooi, gek! Ik zweer het je! Ik heb geen killcam, hij is geliefd. Ik heb niet eens een killcam. Nou, we spelen nog een potje erachteraan, puur omdat ik toch geen killcam heb. Dus op naar het volgende. Hier gaan we nog een keer, jongens. Op de map Defender. Oh, er spat er meteen even voor me. Lekker bezig. Dankjewel voor de kill. Hoppa, zit er nog eentje. Waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Je moet springen, vrienden, deze game. Springen! Dit is natuurlijk de allereerste Call of Duty waar ze springen hadden geïntroduceerd. Dit jaar gaan ze dat bij de way niet doen. Dit jaar gaan ze natuurlijk gewoon weer lekker op de grond laten afspelen. Maar dit was de allereerste Call of Duty die zich in de lucht op deze manier zich eigenlijk afspeelde. Dus ik heb eigenlijk nog best wel veel gespeeld ook. Hij zit aan te campen, hè, die motherfucker. Ja, dat hadden wij eens even mooi door, jongen. Jammer voor jou. Andere kant, oh kut. Holy shit, we gaan beest. Holy shit, we gaan beest. Er zit er hier een. Oh my god, we gaan beest. Let's fucking go, boys. Kom hier. Kom met me, bro. Kom met me, bro. Kom met me, bro. Ik schiet mis. Oké. Ik ging zo beest. Ik ging zo beest. Holy shit. Dat was niet normaal, jongen. Dat maak ik nooit mee op deze game. En nu opeens... rek ik die mannetjes hard, jongen. Zit er nog een. Brrr, gele straal in je reet. Ja, is goed, ze moet een reetje via rechts komen hier. Zo, jongen, dat is zo fucking... Ah, goede kill. Goed in de killen van jou, ja. Ik ben er weg kwijt, wacht even. Oké, dit is geen spray, dit is gericht schieten. Dankjewel, zie je wel, is gericht schieten, ik zei het je. Ik had je gewaarschuwd, enemy. Oh, ik had er nog bijna ook... Het wapen wisselen, dat vind ik in elke gun game eigenlijk zo, op welke kans die dan ook. Het wapen wisselen, dat moeten zij in gun game. Ik ga je campen, gewoon puur met kant. Nee, laat me zitten. Het wapen wisselen moet zijn in gun game. En niet alleen bij deze gun game, maar ook bij Black Ops 2, bij Black Ops 3, bij elke fucking gun game die je ook maar kent. Moeten ze het wapen wisselen sneller maken. Allemaal. Het wapen wisselen gaat namelijk zo ongelooflijk sloom. En dat zijn ook de enige manieren hoe je eigenlijk... dood gaat hierin. Oh nee, niet in die sniper! Kom naar binnen dan. Hij komt naar binnen, let op. Ik zei het. Hij kwam achter me aan namelijk, dus ik had het al door. Nee! Ik sta nog wel voor! Ik sta keihard voor, 7 kills totaal. Waar zijn jullie? Ik weet dat jullie dood willen. Boom! Ik zei het je. Ik wist het, hè. Oh my god. Dankjewel. Dankjewel. Hiermee moet je inzoomen. What the fuck? Ik zie ook gewoon niks. Ik zie nog niks met die pompsnipers! Oké. We kunnen weer. Ik ben bang. Ik wilde kill krijgen met deze sniper, maar ik durf er niet in. Oh, ik heb zo'n geluk. Oh, dat was zo'n harde geluk. Boom, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar ik ben dood. Laatste kill, jongens, crossbow. Laatste kill. Laat het deze keer wel een killcam zijn, alsjeblieft. Nee. Nee! Oh! Die crossbow is zo lastig, joh. Je hebt in deze Call of Duty heb je wel maar één moeilijk wapentje eigenlijk. Dat is de crossbow. In Black Ops 2 heb je bijvoorbeeld de... In Black Ops 2 heb je bijvoorbeeld de crossbow en nog eens de ballistic knife. Yo, met z'n drie op mij, hè! Jullie pussies! Eigenlijk wel logisch, want je moet me gewoon killen namelijk. Oké, er komt er één, komt er één. Lekker dan! Hij loopt zo mijn richtpuntje in, man. Heb ik een killcam? Jee, we hebben een killcam.
Woe! Hij liep zo mijn crossbow in. Ik zag hem aankomen lopen, man. Lekker! Moet je mij niet zo'n opvallend blauw pakje aandoen, vriend? Jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je hebt genoten, ram natuurlijk zoals je kaart op like. Nog even twee lekkere gunpushes. Je speelt lekker oldschool, weet je? Lekker oud. 2,5 jaar geleden, maar dat maakt niet uit. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je hebt genoten, ram natuurlijk zoals je kaart op like. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. Vergeet niet te abonneren voor meer. Check de video die ergens op je scherm staat nog uit. En tot de volgende keer. Bye bye, mensen.